De rode potloodjes en stempassen konden weer van stal worden gehaald voor de Europese verkiezingen. De hele dag kan er gestemd worden. In Bezel bracht ook burgemeester Vosterman zijn stem uit. Ik was er snel uit. Daar heb ik meestal ook niet zo heel veel moeite mee. Maar ik denk wel dat het voor mensen ook wel echt wel even zoeken is weer. Hè. We hebben veel partijen. Europese verkiezingen staan toch vaak wat verder van mensen vandaan. Maar ik denk dat het wel heel belangrijk is dat mensen hun stem laten gelden. Want in Europa gebeurt veel, wordt veel voor ons beslist. Dus het is goed dat we daar invloed op proberen uit te oefenen. De opkomstcijfers zullen lager zijn dan de gemeentelijke of Tweede Kamerverkiezingen. Volgens onderzoeksbureau Ipsos INO was de opkomst om 3:15 vanmiddag landelijk 23%. Dat is flink hoger dan bij de vorige verkiezingen in 2019. We mogen niet klagen, het blijft in elk geval gestaag komen mensen binnen. Dus het is niet dat we hele periodes niks te doen hebben, maar het is ook geen stormloop dat er rijen staan om te wachten tot we mogen stemmen. Dus, Zit er een verschil met de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar november? Ja, wat ik begrijp is het ongeveer de helft van de opkomst. Maar het is heel moeilijk te peilen als je hier zit, omdat je niet per se een echte goede vergelijking kunt maken. Dus we zijn blij dat in elk geval dat er mensen blijven komen. Dus dat houdt ons dan in elk geval goed bezig. Niet alleen in Balo, ook in Meil waren er positieve geluiden over de opkomstcijfers. Buiten verwachting hebben we al meer dan 300 stemmen. Het is nu bijna 12 uur, dus het gaat heel goed, zeker. Is dat veel in verhouding vergeleken met andere verkiezingen? Dit hadden wij niet verwacht. Mensen, dit stembureau met Europees is meestal rustiger. Maar we gaan nu echt doorlopend hebben mensen om te stemmen. Kijk, waar zou dat dan kunnen liggen? Misschien het goede weer. We zien ook wel dat het meer de oudere garde is die aan het stemmen is. Dus misschien dat de jeugd straks komt. Maar de leeftijd is wel erg hoog op dit moment. Ja, de opkomst is natuurlijk wat lager dan bijvoorbeeld bij de Tweede Kamerverkiezingen. Maar dat wisten we van tevoren. Het is nu 3:00 PM en we zitten rond de 250 stemmers ongeveer. En ook voor mensen die bijvoorbeeld hier op vakantie zijn? Ja, er ligt hier natuurlijk een camping in Echel. Dus we hebben ook best wel wat mensen met een kiezerspas die vanuit een andere gemeente hier komen stemmen. Dus zo kunnen ze ook gebruik maken van hun stemrecht. Nou, het verloopt goed. De opkomst is nog een beetje aan de lage kant. We zitten rond 250 stemmers op dit moment. Dat is zo'n 16% van het aantal wat op dit stembureau is ingeschreven. Dus het mag nog wat meer worden, maar meestal tussen 5 en 7 gaat het nog wel, komen. Als de mensen van het werk terug zijn, hebben gegeten? Ja, vaak wel. Ja. Zijn er ook bijzonderheden gebeurd vandaag of loopt het gewoon rustig volgens plan? Nee, er komen wel eens wat kindjes kijken hier op basisschool De Lianen. Dat is leuk, want dan kun je ze wat meegeven over wat er gebeurt met het stemproces. Nou, verder geen echte bijzonderheden. De uitslag van de verkiezingen is belangrijk voor de koers van de EU voor de komende 5 jaar. Toch blijkt er in de media de afgelopen tijd nauwelijks aandacht voor te zijn. En ook burgemeester Vostermans maakt zich daar zorgen over. Ja, je ziet het ook letterlijk, we zagen het net hier op de verkiezingsborden. Ja, ze zijn echt minder beplakt dan bij de andere verkiezingen. Hè? Dat is misschien wel een teken. En je ziet dat het er veel minder over gaat. Misschien op tv nog wel wat. Maar als je zo op feestjes komt of weet ik waar, dan is het bij de gemeenteraad en bij de Tweede Kamer toch altijd van wat ga jij stemmen hè? En waarom? Maar dat merk je nu veel minder. En dat is echt zonde. Ik denk wel dat het een signaal is vanuit Europa, maar misschien ook wel vanuit onze lokale overheden van hey, hoe kunnen we dat nou toch meer gaan bevorderen nog? Want ja, nogmaals, er valt wat te kiezen, denk ik. Nou ja, je hoort wel mensen zeggen dat het heel lastig is. Op wie moeten ze stemmen? Wat is er nu precies te stemmen? Wat is er te kiezen? Dus het is denk ik echt wel iets minder gevoel en iets minder beleving dan bij een Tweede Kamer of een gemeenteraadsverkiezing. Ja, en wat voor verkiezing het ook is, die lijst blijft enorm, hè? Die lijst blijft groot en de biljetten blijven ook enorm. Dus ze zijn ietsje kleiner dan die van de Tweede Kamer. Dus dat maakt het straks wel makkelijker met tellen, maar niet heel veel makkelijker. Nee. Ja, ik denk het wel. Het zijn vooral de ouderen die komen stemmen. Van vroeger uit nog de verplichting voelen ze om te stemmen. En ja, als je niet stemt, kun je niet meepraten. En dat willen die mensen heel graag doen. En ze willen ook met beleid inspraak hebben. Dus ze gaan stemmen. Ja, nou ja, zeker zeg, als u nog twijfelt, wat ik me niet kan indenken, laat je stemmen gelden. Dit is het moment om mee koers te bepalen voor alles wat in Europa besloten wordt. Dat is een hoop. We hebben op vele vlakken met Europa te maken. Denk aan klimaat, voedselveiligheid. Nou, heb het over de opvang van ontheemden. Ook in Bezel veel mee van doen. Je kan via de stem vandaag een klein beetje richting meegeven naar in Brussel. Dus doen. De uitslagen worden maandag verwacht, als ook de andere Europese landen hebben gestemd. Oké.